En dan ben je pretty fucked, terwijl ik hier serieus tussendoor wou. Serieus, Duffy. Na al die afleveringen, je kan hier niet tussendoor, oké? Hier komen jij. Oh, je eet maar gouden appel. Nee, nee, die wou ik zo meteen nog opkomen rapen. Oh, wat een crimineel. We hebben trouwens het beste gear wat je kan krijgen in deze game mode. Dit is inderdaad het beste keer wat je kan krijgen, gewoon. Yo, kijkers van de V-Games. En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van die Hunger Games. Oftewel, de Blitz Survival Games. We spelen vandaag lekker in de map. Ja, kappen map deel 1 eigenlijk. Het is join them en boom, we krijgen deze map. Ze zullen wellicht ook zien, geen kompas, kortom. Nee, ik speel vandaag Blitz Survival Games zonder kids. Waarom? Ik dacht, weet je, ja, als die optie er toch is, moeten we dat toch doen. Nou ja, dit is dus hetgene waarom deze map zo gehaat was. Om deze reden. Wat nu eigenlijk gewoon meteen bij mij in het begin goed gaat. Gewoon meteen een double kill. Omdat je mensen er op die brug meteen eraf kan mappen. Wat is dit lang geleden zeg dat ik deze map heb gespeeld. Holy freaking shit. En ik dacht zo van, weet je, laat ik vandaag eens een keer Blitz Survivor Games gaan spelen zonder kids. Waar je dan eigenlijk niet zorgen om hoeft te maken, is natuurlijk dat je in één keer tegen mensen moet met een diamond body, diamond leggings, diamond helm, de iron sword, wat dan ook. Natuurlijk, een iron sword kan wel in de game komen. Alleen natuurlijk de kans is veel minder groot dat gebeurt dan als je natuurlijk mensen speelt met een kid. Ik had zoiets, weet je, probeer het gewoon eens een keer. Ik ben erg benieuwd naar jullie reacties. Of jullie dit af en toe leuk vinden dat ik een keer speel zonder kids. Hebben ze zoiets van, nou Duffy, één keer is meer dan genoeg. Ook natuurlijk geen enkel probleem. Maar laat het gerust lekker in de reacties achter. Zo mensen, bedankt voor alle reacties en likes die zijn achtergelaten op de vorige video. Mocht je benieuwd zijn of ik op jouw reactie heb gereageerd, dus ook zeggen, check even de vorige video. Want dan kom je er namelijk heel snel achter. En als je natuurlijk er toch bezig bent en je hebt er zin in, dan kan je natuurlijk altijd vast eventjes een like aanklikken. Bijvoorbeeld dank. We gaan volgens nog lekker, moet ik wel zeggen. Qua gear hebben we natuurlijk ook wel een heel erg lekker gear setje inmiddels. En we gaan zelfs naar de damage toe. Moet je nagaan. Holy shit. Okay, hebben we een stone sword. Dus het kan nog lastig gaan worden nu. Kom op, Duffy. Kom op, Duffy. Kom op. Nice. En we hebben gewoon meteen gewonnen. GG. Wat? Dit is mijn snelste game. / win ever. Dat kan niet anders. 5 kills, een taunt kill en een win. Hoeveel coins gaan we krijgen? 1250 mensen. Ik zie natuurlijk gewoon lekker in de volgende game. Goed mensen, daar ben ik weer in de map Citadel. Kijk natuurlijk of we hier de epische win voort kunnen zetten. Wat natuurlijk fantastic zou zijn. En ik moet ook zeggen, trouwens, het vorige potje mensen was denk ik een van mijn beste games ever op Hypixel. En dan vraag ik natuurlijk af van, ja maar Duffy, wat de fuck, je hebt games gehad waarin je 16 kills hebt gehaald en noem het dan maar op. Ik weet het, alleen ik weet niet of het veel mensen is opgevallen. Maar het vorige potje heb ik daadwerkelijk, ja, voor wat ik zag zo snel, 2 daily quests voltooid. En ik won natuurlijk nog een keer een game. Dus ik heb in die game totaal iets van 3750 coins gekregen voor één game. En die game duurde ook nog maar eens, wat was het, 1 minuut 40 of zo, of 1 minuut 30. Dus wanneer ga ik dat in godsnaam verbreken? Ik denk het namelijk nooit. Maar ja, volgens nog, ik moet zeggen, het was een leuke game. Dat we hier een free taunt kill krijgen, shout-out naar jou bro. Dankjewel voor de free taunt kill. Dankjewel. Maar gewoon in ieder geval nu ons best om deze game natuurlijk gewoon ook te winnen. En ja, let's freaking go. Let's freaking go. Ik heb een heerlijke gear set alweer en ik wil die game weer. Oh, deze leggings. Bruh, I need your leggings. Oh, jij bent niet legit, meneer. Meneer, en nu snel stoppen. En nu snel heks uit en wegrennen. Ja, zou ik ook doen. He, want wanneer je gewoon lekker omhoog kan kijken en gek kan wegdraaien, dan zou ik ook stiekem hacken. Maar wanneer je wegdraait, zou ik ook niet doen. Ja. Kom maar, hoppatee. Ja. Deze kerel was in paniek. Hij wist het wel. En als die kerel net geen heks had, dan bied ik daar nu in de video mijn excuses voor aan. En dan zeg ik sorry dat ik jou een hacker heb genoemd. Maar het vond wel heel toevallig hoe die kerel mij liep te hitten en zat te kijken. Laat ik het zo zeggen. Die is ook down, nice. En hier komt ook weer iemand. Wat de f. Waarom sta je stil? Die is ook down. En jij bent ook down. En jij moet ook down trouwens. Hier komen jij. Oh, je eet maar gauw een appel. Nee. Nee, die wou ik zo meteen nog opkomen rapen. Oh, wat een crimineel. Ja goed, mensen, sorry. Maar dit was net een beetje hectiek en kills en weet ik voor wat. En wij kunnen door. We hebben echt zoveel kills hier net even gemaakt. Niet normaal. Er een body erbij. We hebben trouwens het beste gear wat je kan krijgen in deze game mode. Dit is inderdaad het beste gear wat je kan krijgen. Gewoon 3 armor bars en dan ook nog een keer dit wapentje erbij. Beter gear dan dit kan je niet krijgen in een non-kit game. Dus je kan gewoon pretty stacked zijn. Deze keer is ook behoorlijk stacked, daar niet van. Maar ik ben net even iets stacked. Tenzij hij mij beter hit, dan is het pretty fucked. Maar nee, hoppakee, nice. Deze game, ik ben echt on fire deze game. Holy freaking shit. Het gaat echt lekker. Ik hoef alleen nog maar één iemand nu te killen. Hebben we gewoon 9 kills gehad in een no-kit game. Dat is op zich best wel lekker. Dat zeg ik zelf. Probeer natuurlijk nog even een taunt kill van te maken. We hebben natuurlijk nog een speedbottle. Dus wat dat betreft, hopelijk hebben we daarmee een kleine voorsprong. Gear-wise, ja, we hebben een hele grote voorsprong. Dus ik denk wel dat we deze game ook zullen gaan winnen. Wat heel fijn zou zijn. Dan zullen we lekker een slurpje nemen voor mijn bottle.
Dan typen wij eens even lekker rustig taunt in. En dan gaan we ervoor. Het spijt me enorm, maar je moet echt dood. Het spijt me enorm. Hoppakee, GG. 9 kills, een taunt kill en een win. Hoeveel coins gaan we krijgen? We krijgen er maar liefst. Even kijken. 1902. En mensen, ik zie natuurlijk gewoon lekker in de volgende game. Goed mensen, daar ben ik weer in de map Kettle Drive. Kijken natuurlijk of wij hier er dan ook nog een win van kunnen maken. Wat natuurlijk episch is. Voor de mensen die het al was opgevallen of misschien ja, nog niet is opgevallen. In de beschrijving staat ook eventjes een straw poll. Waar je eventjes op zou kunnen voten als je dat natuurlijk wil. En dan kan je even voten op No Kit en Mad Kit. Of in ieder geval iets in die trend. Jullie begrijpen wat ik ermee bedoel. Ik weet het zelf nog niet. Ik moet het nog maken. wat denken mensen nu? Hoe dan? In ieder geval, dan kan je even op voten. En aan de hand daarvan kan ik zien of jullie dit leuk vinden. In de zin van af en toe tussendoor eens een keer vaker een game als dit. Of hebben jullie zoiets van, nou Duffy, één keer maar nooit weer. Dus ik zeg, vote gewoon even lekker daarop. En aan de hand daaraan kan ik dus zien wat jullie nou ervan vonden. Ik wil niet zeggen dat ik dan de hele week bijvoorbeeld een No-Kid Games ga spelen. Absoluut niet. Dat ben ik ook niet van plan. Maar het is natuurlijk wel zo dat ik zoiets heb van, daar kan ik wel zien van, goh, jullie vonden het leuk. En jullie vinden het op zich niet erg dat dit een keer af en toe tussendoor er ook in zit. En dan heb ik zoiets van, hey, heb je iets helemaal nieuws in de Blitz Survivor Games? Wat episch zou zijn. Zal ik hem wel killen? Dan gaan we dan op jou. Hoi, mag ik op jou? Je hit wel lekker, zeg. Damn. Je hit wel lekker, damn. Kom op, ga dood. Ga dood. Dood. Oh, is ook nog. Ja, op zich logisch dat ik nu gekeist ben door deze kerel. Want het was ook zijn kill. Volkomen terecht op zich. Maar ik meng me ook eigenlijk in hun fight. Maar ik wou die kill wel hebben, bruh. Ik wou die kill echt hebben, bruh. Damn, dat had ik niet moeten doen. Daar die fall damage pakken. Had ik niet moeten doen. Hij werkt zichzelf hier nou weer wel in het nauw. En we hebben hem. Nice. Oké, dan mogen we. Wacht, wil jij nou weer vechten? Wie? Jij. Jij bent degene die wil vechten. Je weet dat ik de beste gear uit de game heb, hè, die je nu kan krijgen. Dat weet je. Dus ik kan best wat hits tanken op zich. En bam. Oké, nu gaan we even rennen. Dat ik nu toch best wel wat HP heb verloren deze keer, ik moet zeggen. En het was een echte strijder dit. Ik weet dat er zit iemand in mijn back. Of er zat iemand in mijn back. Alleen ja, dan weet je, dan moet je er toch een beetje voor weg gaan rennen. Zet dit even. Kijk, even een nieuw zwaard erbij. Hoppatee, want het gaat toch redelijk hard met een woeden soort. Deze kerel denkt, oh nee, die kerel is te sterk. Ik wil niet met hem vechten. Ja, bro, we moeten toch een keer vechten. Weet je, het is nu of niet. Kom, het is nu of nooit. This is your moment. Your moment to wreck me. Hij denkt, op, rot die gek. Ik wil leven blijven, ik wil tegen iemand anders vechten. Kom op. Dang it, die had ik hem willen hitten daar. Nou, kom hier. Dang it. Maak even één jump foutje of zo. Klap tegen die cactus aan of wat dan ook. Nou heb ik je, nou heb ik je. Hoppatee. Nou, ja en nee, ja en nee. En hoppatee. Hij had wel een beter wapen in zijn inval. Alleen, waarschijnlijk had hij gewoon de hele tijd geen tijd gehad om zijn wapen goed te zetten. En dan ben je pretty fucked, terwijl ik hier serieus tussendoor wou. Serieus, Duffy. Na al die afleveringen, je kan hier niet tussendoor, oké? Okay? Oh, wauw. Ik dacht echt, dat wil wel. Weet je wel, vooral buik in, hoep, en er tussendoor. Maar nee, je bent een vierkant poppeke. En dat gaat niet. Wow. Damn. Je meer ook nice gear. Ik heb wel... Oh, wow, wow, wow. Mijn gear is iets beter dan hem, maar hij heeft een beter wapentje dan mij. Dus ja, wat dat betreft is wat dat betreft wel weer fair. Hoppatee, we hebben hem down. Nice. Dat was een pittig gevechtje dit, moet ik toegeven. Het was een pittig gevechtje, maar goed, ik ben blij ik heb hem down. Wij kunnen doorgaan en we gaan gewoon rustig door deze hele loot wel heen. Ik weet ook, ik gooi op zich dingen weg wat ik eigenlijk niet weg moet gooien, maar fuck it. We hebben inmiddels een stone sword met sharpness zelfs. Wauw, nice. We hebben dit. Op zich, wij moeten nu wel toch een damage kunnen winnen, lijkt me. Eentje alsof we er niet al twee hebben gewonnen, daar niet van. Maar dit klinkt ook echt zo, nou ik verlies ook alles. Maar dat is helemaal niet zo. We krijgen ook nog even protection op. Nice. Super fun iron chestplate. Super fun. Wat? Oh, dit is super fly. Dit is super fun. Oh, ik denk ervan, hè? Normaal lees ik natuurlijk nooit wat erop staat. Maar in dit geval, ik denk, laat ik eens een keertje lazy. In ieder geval, een damage. En qua gear heeft de kerel een heel mooi gear setje. Maar qua gear heb ik natuurlijk iets mooier. Hetzelfde als mijn andere stuff. Dus ja. Ik ben benieuwd of het gaat lukken. Ik ben erg benieuwd, bro. De hand is gekald, dus ik ben ready voor een fight. Ik hoop jij ook. Ja, vind nog even een mooie helm. Heb je niet zoveel aan. Maar goed. En bam. We hebben gewonnen. GG. Hoppakee. Ik moet zeggen. Laatste. Oh shit, ik flikker uit de map. Was een lekker potje. 5 kills, een taunt kill en wederom een win. We krijgen nog eens een keer 1470 coins. En mensen, ik bedank jullie enorm voor het kijken naar deze aflevering van de Hunger Games. Mocht je het nou weer leuk hebben gevonden, vergeet niet even om een like aan te klikken. Vergeet natuurlijk niet om op abonneren te klikken. Als je nieuw bent, laat ook gerust wat in de reacties achter. En ik hoop je natuurlijk allemaal de volgende keer weer te zien bij een nieuwe video. Later mensen.